Voilà, hè. Vanaf nu ben ik officieel cafébaas. Ik ga weliswaar geen echt café uitbaten, maar ik heb wel dit prachtig oud café waar ik vanaf vandaag, dus elke dag, in ga koken. Er is nog heel wat werk aan de winkel, want het is ja een naakte ruimte. Kale muren. Ik ga een kookeiland bouwen. De muren opfrissen, want ik wil dat motte groot weg. De toog nieuw leven inblazen, maar vooral heel veel eten klaarmaken. En mijn eerste recept hier gaat heel simpel zijn, evenals mijn tijdelijke keuken. Goed, een decor. Dat is nog niet wat dat moest zijn. Dat is nog lelijk. Dit is, trekt nog op niks. Het is heel minimalistisch, heel simpel. Net zoals dit gerecht. Een heel gemakkelijke pasta klaar in ongeveer 10, 15 minuutjes met pistachenoten en venkelzaad. Eigenlijk een gerecht voor als je niks meer in huis hebt. En beginnen doe ik met 3 shallotten fijn te snijden. En ik ben hier in mijn hometown ter Vuren en dit is Café Narixa. Een jaar geleden is dat ongeveer gesloten en ik heb gevraagd of ik hier mocht komen koken om mijn atelier, mijn studio of whatever te mogen zetten en van hieruit te werken. Na de fijn gesneden shallot 2 teentjes look. Het water kookt, daar mag nu wat zout bij en dan ga ik de pasta 9 à 10 minuten koken. Ondertussen dat de pasta kookt, ga ik wat venkelzaad en peperbolletjes fijn maken in de vijzel. En de bedoeling van deze ruimte, van dit atelier, van deze studio. Ik kom hier toe 's morgens met een idee. Ik kan het maken, filmen en dan monteren en de dag zelf of de dag erna posten. Zo hoop ik wat meer content te kunnen maken. Een beetje verbreden, niet enkel nog voor studenten, maar misschien ook een Japanse reeks recepten, want ik ben een half jaar naar Japan gegaan. Ondertussen ga ik wat pistachenoten pellen. De pasta is al dente, dus ik ga die afgieten. En aangezien ik nog geen uitgeruste keuken heb, is het hier te doen. Heel rap de saus maken. De saus is te zeggen de garnituur voor rond de pasta. Als ik het vuur alleszins aankrijg, gaat vertalen. Een goede drage olijfolie. En dan ga ik de shallot en de look even aanfruiten. De venkel en peper mogen erbij. En het is belangrijk om dat even mee aan te bakken, zodat dat lekker roostert. En dan gaan die smaken zich veel beter ontwikkelen. En dan de pistachenoten grof vermalen. Dat moet niet te fijn zijn. De pistachenoten mogen erbij. Ik ga dat nog een klein beetje bewaren voor op het einde af te werken. Pasta erbij en dan nog heel veel fijn gesneden peterselie. Het vuur mag uit en dan is het nu afkruiden. Goed veel parmesan. En dan nog een klein beetje balsamico.